Dank u wel. Ik heropen de vergadering van de parlementaire onderzoekscommissie, tijdelijke commissie ICT, op deze hoorzittingsdag. En wij mogen de heer Visser verwelkomen. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En wij, dat is de commissie de heer Urenbelt, mevrouw Fokke, de heer Van Meenen, mevrouw Bruinslot. We hebben het een beetje opgedeeld. Bij dit gesprek zullen de heer Van Meenen en ik het voortouw nemen. Meneer Visser, u was een jaar of 4 tot voor kort CIO, Chief Information Officer, bij het havenbedrijf Rotterdam, een commerciële omgeving, als opdrachtgever. Maar daarvoor heeft u gewerkt bij wat wij dan maar even noemen leveranciers, zoals Logica, Accenture, maar ook bij IBM. Dus u kent die beide werelden. Nou hebben we hier al een paar keer discussie gehad of vragen gesteld aan onze gesprekspartners over de functie van die leveranciers. Het is misschien interessant om met u te beginnen daar iets over te vragen, omdat u beide kanten van die medaille kent. Er zijn mensen die zeggen, ja, een leverancier dat is iemand die streeft naar winstmaximalisatie en zoveel mogelijk omzet en mensen afzetten. Die moet je dus goed in de gaten houden. In dat kader is de vergelijking gevallen. Als je denkt dat die leveranciers een beetje ook op het budget moeten letten, dan is het hetzelfde als de vos vragen om op de kippen te passen. Dat zei meneer Matthijs hier bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Maar het hoofdinkoop van het Rijk, meneer Eilander, die zei, ja, nou, ik vind toch ook wel dat leveranciers een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat het ook in hun welbegrepen eigenbelang kan zijn om de overheid juist te helpen. Om de processen zo goed mogelijk in te richten en niet alleen maar er heel goed van te worden zelf. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe zit dat met die leveranciers? Ja, ik heb wel een iets ander inzicht gekregen dan toen ik daar jarenlang werkte. Het was in die tijd zeker zo dat zeg maar winstmaximalisatie, winstoptimalisatie, dat heel belangrijk was. Maar ik denk dat er iets is wat voor alle leveranciers zeker zo belangrijk is, en dat is hun reputatie. En dat is bij alle bedrijven waar ik gewerkt heb zeker zo belangrijk als die winstoptimalisatie. Dus een project wat niet goed gaat en wat slecht in de pers komt, of zeker als het tot een rechtszaak leidt, dat is gewoon heel slecht voor de reputatie. Dus in dat opzicht zijn de leveranciers, zeker zoals ik ze ken, zich meestal wel degelijk bewust van hun verantwoordelijkheid en van hun betrokkenheid. Maar het is wel zo dat hoe hoger in je boom bij de leverancier zit, hoe verder van de klant, zeg maar. En dat geldt dan zeker voor een bedrijf als IBM, wat uiteindelijk natuurlijk vanuit Amerika gemanaged wordt. Dan vervaagt dat wel een beetje. En dan wordt toch vaak gestuurd op de hele harde cijfers. Want dat is makkelijk inzichtelijk. Hè? Spreadsheet management noemen we dat. En het gevoel uiteindelijk van wat er bij de klant afgeleverd wordt, dat is in die hogere echelons vaak veel minder zichtbaar. En die druk, die moet je dus kunnen weerstaan. En dat is niet altijd even gemakkelijk op lokaal niveau om toch te zorgen dat dat wat beloofd is en dat reputatie, dat die gewoon gemanaged wordt. En als je die druk niet weerstaat, dan lever je niet de allerbeste mensen. Die dat zou heel goed kunnen. Naar binnen. Ja, en je zorgt voor een nette omzet en dat er dagproductie wordt gehaald. En dan maakt het niet zoveel uit of het allemaal goed gaat. Nou, het hangt natuurlijk helemaal vanaf van wat voor type contract het is. En de contracten waar ik voor werkte waren vooral toch dienstencontracten. Outsourcing, dus uitbesteding van diensten. En dan heb je het eigenlijk over vaste prijzen met een bepaalde dienst die er tegenover staat. De projecten die de commissie bekeken heeft, zijn heel veel projecten waar eigenlijk op time and material basis wordt gewerkt. En dan is het inderdaad gewoon per persoon van de leverancier die erop werkt, wordt een bedrag per uur betaald. En dan is het hoe meer mensen je erop hebt zitten, hoe meer omzet je draait. Dat is een ander model, maar beide hebben dus hun voor's en tegens. En dat laatste model lokt dus ook uit tot ongewenst gedrag vanuit de opdrachtgever gezien eigenlijk. Ja, kijk, beide hebben voor's en tegens. Als je voor een vaste prijs iets doet
en je maakt daar niet voldoende marge op, dan ga je natuurlijk naar de kostenkant kijken. Dan ga je kijken of je dingen kunt uitbesteden naar India of andere lage landen. Of je gaat goedkopere mensen erop zetten, terwijl je eigenlijk duurdere erop had moeten zetten. Dus dat is ook geen... En daarom vind ik ook dat een leverancier, en of het nou op een time material basis is of op een fixed price, moet gewoon op een project een fatsoenlijke marge kunnen maken. En als dat niet het geval is, dan gaat hij ervoor zorgen dat dat toch gebeurt. Met als ultieme consequentie dat het project misschien niet of niet goed wordt opgeleverd. Komen we nog wel over te spreken. Even terug naar dat havenbedrijf. Wat deed u daar en wat voor nuttige lessen zouden wij kunnen trekken uit de manier waarop u dat, het is een beetje open vraag, bij dat havenbedrijf had georganiseerd? Vertel eens wat over. Ik was daar hoofdinformatievoorziening, zoals het heet. Dus in de volksmond in de IT is dat dan CIO. Dus verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor alle onderdelen van het havenbedrijf. Waarvan de havenmeester met de divisie havenmeester de grootste zeg maar, interne klant is. Dus dat gaat eigenlijk van het opstellen van informatieplan voor het havenbedrijf. We hadden daar een informatieplan wat... zeg maar een IT-strategie die onder het businessplan, het vijfjarenplan hing. Met alle projecten en programma's die daarbij horen. Op commercieel gebied, op asset management gebied, processen voor de havenmeester. Maar ook HR en ook de interne IT, gewoon de werkplek. Even oppassen, er krijgen ook allerlei mensen mee die, zoals ik vanmorgen al een keer zei, niet alle managementboeken in huis hebben staan. Dus HR is gewoon personeelsbeleid volgens mij. En wat zei je nog meer? Corrigeert u me vooral, want ja, als je lang bij Engelstalig bedrijf hebt gewerkt, ja, dan gaat het heel gemakkelijk. Ja, verzoek eens of u dat een beetje op. Ik zal proberen daar rekening mee te houden. Ja. Meneer Van Meenen. Ja, u werkt daar niet meer. U bent inmiddels, werkt u ergens anders? Klopt, ik ben zelfstandige en ben dus na het havenbedrijf nu ingezet. Toevallig wel weer in de publieke sector als operations, dus operationeel manager. Zat uw werk erop bij het havenbedrijf? Wat zegt u? Zat uw werk erop? Ja, eigenlijk zat mijn opdracht erop. Ja. Als het gaat om het herinrichten van de informatievoorzieningsafdeling, een IT-strategie en ook een sourcing. Ik kan het niet meteen antwoord, maar misschien een uitbestedingsstrategie voor de IT-diensten opnieuw in de verf te zetten en daar een start mee te maken. Dus ook het hercontracteren van de leveranciers die we al hadden. En wat zijn de zichtbare effecten van uw werk bij het havenbedrijf geweest? In ieder geval dat de afdeling informatievoorziening er anders uitziet. In mijn optiek ook beter aansluit bij wat leveranciers eigenlijk verwachten. Dat is een van de lessons learned, een van de geleerde lessen die ik heb van de afgelopen jaren. Dat de organisatie aan de klantkant moet goed en het liefst een beetje gespiegeld zijn bij die van de leverancier. Als klant zijn we altijd geneigd te denken van wij zijn koning, dus leverancier past zich maar aan wat wij als koning verwachten. Dat komt wel voor. Bij hele grote contracten zijn bedrijven bereid om daar hun hele organisatie voor aan te passen. Als je bij IBM, die doet dat dan bijvoorbeeld wel voor een grote klant als ABN AMRO. Voor kleinere klanten is dat natuurlijk helemaal niet efficiënt en effectief. En dan kun je beter als leverancier weten hoe zo'n leverancier georganiseerd is. En dan aan de klantkant zorgen dat dat goed samenwerkt. En dat heb ik zeker gerealiseerd. En dat heeft ook wel geresulteerd in een betere samenwerking met leveranciers. En waar bestaat die samenwerking dan uit in uw ogen? Nou, als je diensten uitbesteedt, daar ligt uiteraard natuurlijk een contract aan ten grondslag. Dat contract is voorafgegaan door een aanbesteding. Ook het havenbedrijf moet Europees aanbesteden. Volgens een iets lichter regime dan de Rijksoverheid, dat weer wel. En uiteindelijk moeten er diensten geleverd worden aan het havenbedrijf, aan de medewerkers van het havenbedrijf, aan de business units van het havenbedrijf. En dat kan alleen maar door samenwerking. Dat kan niet door een contract en vervolgens alleen maar naar het contract te verwijzen. En dat is ook wel een les die ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Dat waar we oorspronkelijk altijd dachten dat het in contracten alles kon dichttimmeren. Met dienstenniveau, overeenkomsten aan toe. En vooral heel veel focus op penalties. Ik zit even te woorden. Boeteclausules. Dat in de praktijk niet tot de beste dienstverlening leidt. En ook niet tot tevreden klanten. En dat is uiteindelijk wat je wil. Je wilt voor een
goede, marktconforme prijs, wil je de dienst die je geleverd wilt krijgen met een tevreden klant of eindgebruiker als resultaat. En wat kan de overheid volgens u weer leren van de lessen die u geleerd hebt? Want wij zitten hier natuurlijk vooral om de overheid ook te laten leren. En ja, ik denk dat er verschillende lessen zijn. Kijk, het is te gemakkelijk om te zeggen van de overheid is een bedrijf en moet eigenlijk op dezelfde manier acteren. Ik denk dat het belang van de overheid veel breder en diverser is dan dat van een bedrijf. Ook dat van een havenbedrijf, wat natuurlijk ook wel een maatschappelijke functie heeft. Maar een belangrijke les die ik geleerd heb, is om eigenlijk altijd klein te beginnen. Zeker bij ontwikkelprojecten, waarbij dus nieuwe software ontwikkeld wordt, geloof ik heilig in het opknippen van projecten. In zeg maar kleine, haalbare, maar ook echt oplevergereden deelproducten. Ik denk dat je nooit verder moet kijken dan een jaar vooruit. Je kunt wel een langer plan hebben, een richting waar je op gaat. Maar je moet gewoon zorgen dat je binnen een jaar iets hebt wat eigenlijk opleverklaar is en waarna je zou kunnen stoppen. Dat is een belangrijke les. Dus ik geloof heilig in proof of concept, zoals het heet. Dus zeg maar het aantonen dat een bepaald concept van een leverancier of een aantal leveranciers werkt. Ik geloof ook in het vergelijken daarvan, van dat soort concepten. En sterker nog, ik geloof ook in het hebben van een proeftuin. Gewoon in het uitproberen van dingen. Dat doen we dan een pilot. Dat is nog kleiner. In plaats van ja, een heel groot bestek te schrijven met alles wat je zou willen wensen daarin. En uiteindelijk resulteert dat in een aanbesteding waarbij je 10, 15, 20 of nog meer miljoen kwijt bent. En dan hoopt dat dat allemaal wel goed gaat komen. Nou, zat u blijkbaar als CIO bij het havenbedrijf in de positie om dit soort verbeteringen, in ieder geval verbeteringen in uw ogen, door te voeren? U had doorzettingsmacht. Of niet? Ik zie u aarzelen. Ja, ik denk het wel. Maar uiteindelijk is het wel weer iets waar ook... Kijk, iedereen heeft ook weer een baas. Hè, dus ook je baas of het bestuur of de directie moet daar wel weer achter staan. En dat is ook alweer een les die ik geleerd heb. Een groot ontwikkelproject voor de haven was het Havenmeester Management Informatiesysteem. En dat was een project dat eigenlijk traditioneel werd aangevlogen. Waarbij dus een bestek werd geschreven en een aanbesteding in gang werd gezet. En dat was denk ik nog voordat we ten halve gedwaald waren, hebben we gezegd van nee, dit is zo uniek. De specifieke kennis op het havenmeesterproces, die ligt gewoon bij het havenbedrijf. Die ligt niet in de markt. Dus we gaan dat in eigen beheer ontwikkelen. En die aanbesteding is teruggetrokken. En toen is eigenlijk op time material basis zijn dus mensen ingehuurd, ontwikkelaars. Niet in dienst genomen, maar ingehuurd. En is dat hele project dus eigenlijk zelf opgestart. En ik denk dat dat een heel wijs besluit is geweest. Omdat je dan erkent dat waar je zelf in wilt onderscheiden, in dit geval als bedrijf, waar je dus de meeste kennis van in huis hebt, dat je daar dus ook je positie als opdrachtgever het best in kunt vervullen. En niet denkt dat je door het allemaal op papier te zetten en het aan een leverancier te geven en vervolgens 2 jaar later 25 of 30 miljoen armer te zijn, dan hoopt dat dat precies het systeem oplevert wat je nodig hebt. Ja, u spreekt over varen, dat is in dit verband een aardig woord, denk ik, op de kennis die je in huis hebt. Hè, en de dingen die je niet, waar je minder goed in bent, die doe je de deur uit. Of die vraag je aan een ander. U heeft, meen ik, bij het havenbedrijf de IT-afdeling geoutsourced, zoals het dan zo in goed Nederlands heet. En daarmee bent u het hoofd geworden van een regieafdeling. Klopt. Kunt u daar eens wat meer over zeggen, wat dat betekent? Ook mede in relatie tot wat u net vertelde. Nou, het betekent eigenlijk, want het hele regievoeren op een uitbesteden organisatie is ook weer een nieuwe tak van sport. Veel bedrijven hebben natuurlijk hun IT uitbesteed, geheel of gedeeltelijk. Maar wat je dus in huis moet houden, of wat je weer moet opbouwen, dat is de kennis om dat soort leveranciers te snappen en te kunnen aansturen. En dat is dus niet alleen maar een contract en de factuur die gestuurd wordt kunnen verklaren. Maar dat gaat dus om meer dan dat. Dus ik heb bewust ook in mijn regieorganisatie een aantal mensen aangenomen die bij leveranciers vandaan kwamen. En die dus snapten wat het tegengestelde belang vaak is van een leverancier en daar dus mee om konden gaan. Want ik ben van mening dat het onderscheid wat er eigenlijk is tussen klant en leveranciers, dat helpt uiteindelijk niet om de samenwerking te bevorderen. Een contract is vaak gestold wantrouwen. Hè. Dat is helemaal gebaseerd op als het fout gaat, wat gaan we dan doen? Daar wordt heel veel tijd in gestoken, heel veel juristen die daar goede broodwinning aan hebben.
Maar dat is geen basis tot samenwerking. Die samenwerking zit hem juist in dingen die je vaak niet in contact hebt beschreven. Maar die samenwerking betekent wel of het een succes wordt of niet. Dus ik heb in die regieafdeling met name weer kennis ingebracht die bij leveranciers thuis hoorden. Want je hebt soortgelijke rollen. Je hebt daar bijvoorbeeld service managers, die heb je ook bij je regieafdeling. Wat doen die? Wat is dat? Het service manager die managt dus eigenlijk, die is dus beheerder van een dienst. Oké, helder, zou je kunnen zeggen. En die moet dus weten wat daar allemaal bij komt kijken. Welke processen daarbij een rol spelen om die dienst te kunnen veranderen. Om die dienst te kunnen meten, van hoe goed is die dienst die gemeten wordt, hoe snel werkt mijn pc, mijn werkplek, hoe betrouwbaar is die, doet die het als ik het nodig heb of heb ik veel uitval, dat soort dingen. Dat doet eigenlijk een dienstenmanager en die zit zowel aan de leverancierskant, die de dienst moet leveren, als aan in dit geval de regiekant bij de klant, die gewoon moet snappen en die moet weten hoe die in dit geval zijn counterpart kan aansturen. Even tussendoor, en die... Die figuur bij u in huis, nam u die aan, nam u die in dienst of huurde die u ook? Die nam ik in dienst. Die nam u in dienst? Ja, ik ben ook van mening dat je, ik geloof heilig in zeg maar een goede mix tussen mensen die je inhuurt en mensen die je in dienst hebt. Maar dit soort rollen, die zijn zo cruciaal. Je zou er wel iemand voor kunnen inhuren als je niemand kunt krijgen. Maar in principe heb je die het liefst gewoon als onderdeel van je eigen organisatie. En is dat een, probeert u dat eens te vertalen naar de overheid? U was CIO bij het havenbedrijf, u had het ook kunnen zijn wellicht bij een ministerie. Of... Zijn dit lessen die ook voor de overheid gelden? Ik ben van mening dat daar niet zoveel verschil tussen zit. IT is natuurlijk toch een vakgebied. Een vakgebied wat zowel aan de klant als aan de leverancierszijde redelijk volwassen aan het worden is. Ook al bestaat het pas een jaar of 60. En het helpt enorm als je dus elkaars taal spreekt. En dat is iets heel anders dan, zeg maar, hoe vertaal ik het naar de business en naar de directieleden die allemaal wat minder geletterd zijn op IT-gebied. Maar je moet dus gewoon zorgen dat je dezelfde taal spreekt, want dat bevordert ook de samenwerking. En dat, dus ik denk dat dat voor de overheid niet anders is. Dat je ook daar mensen zou willen hebben op dit soort regieposities, en dat hoeft niet allemaal, maar die ook van leverancierszijde komen en die dus snappen hoe zo'n leverancier werkt, waar die op wordt afgerekend. En geldt dat ook voor de outsourcing, de deur uitdoen van de IT-afdelingen? Daar ziet u bij de overheid ook. Ik denk dat daar mogelijkheden zijn, dat prima kan. Vaak zijn argumenten natuurlijk van informatiebeveiliging dat lastig is. Je moet het goed overwegen, laat ik het zo zeggen. Het is echt niet een richting die je altijd zomaar lichtvaardig moet nemen. Maar de mogelijkheden in de markt zijn zo goed. En zeker als je een wat kleinere overheid bent, waarbij je alles eigenlijk nog zelf doet. En je ook kunt afvragen van, heb ik heel veel externe inhuur? Dus hoe afhankelijk ben ik eigenlijk al van inhuur? Maar B ook, waar heb ik mijn kritische kennis? Als ik maar twee mensen heb die een bepaald netwerkspecialisme beheersen. En die gaan allebei op vakantie, dan heb je dus niemand meer. En daar kan natuurlijk een leverancier die veel grotere schaal heeft, kan een hele goede oplossing bieden. Nou, als je iets maakt op ICT-gebied, dan is er altijd iemand uiteindelijk die dat gaat gebruiken. In het havenbedrijf zult u ongetwijfeld ook veel kritische eindgebruikers hebben, zoals dat heet. Hoe gaat u daarmee om in zo'n proces? Hoe betrekt u die erbij? Het is de eindgebruikers of de eindgebruikersorganisatie, zeg maar even de interne klant zoals het dan vaak genoemd wordt, die moet je op verschillende plekken erbij betrekken. Dat begint al in de stuurgroep van een project. Daar heb je volgens de methodologie heb je al een plek voor de senior gebruiker wordt genoemd. Dat is vaak dus een directeur of een manager. Maar daarnaast is het ook heel goed om, wij noemen dat een klankbordgroep, om een soort klankbordgroep van gebruikers, echte eindgebruikers, niet de managers daarvan, maar de eindgebruikers zelf te organiseren, die als een soort tegenwicht in het projectteam een plek krijgen. Dus de projectorganisatie en de besturing daarvan, dat is redelijk geformaliseerd. En de projectmanager zorgt ook dat met andere projectmanagers dat het project opgestart wordt en geleverd wordt. Maar zo'n klankbordgroep, en zeker voor projecten waar echt veel eindgebruikers, als het inderdaad over personeelsystemen bijvoorbeeld gaat, of over een ander declaratiestelsel, of een werkplek waar iedereen mee te maken heeft,
dan kan zo'n klankbordgroep je zou het kunnen beschouwen als een soort consumentenbond, een hele goede plek vervullen om te zorgen dat belang wordt meegewogen. En dat niet alleen maar op managementniveau beslissingen worden gemaakt en overwegingen worden getrokken, maar dat ook in die groep daaronder, dat er naar geluisterd wordt. En ook gedurende het proces, neem ik aan. Ja, gedurende het hele proces. En niet alleen bij de start van breng in kaart wat de wensen zijn. Ja. En aan het eind van jullie mogen testen of het nou werkt of niet. Ja. Gedurende het hele proces moet je dus op deze manier eigenlijk die klantenorganisatie of de eindgebruiksorganisatie betrokken. En wij kozen daar ook specifiek mensen voor die dat leuk vonden. Hè, want dat moeten wel mensen zijn die dat vanuit een interesse of affiniteit al graag willen doen. Maar ook wat ik eigenlijk noem een beetje de smaakmakers. Dus de mensen die ook een beetje de hele communicatie om zo'n project goed kunnen helpen. En niet alleen maar, dus je hebt er wel altijd wat de mensen die heel kritisch zijn heb je nodig. Maar ook mensen die gewoon hun achterban, want uiteindelijk gaat het ook om draagvlak. Dat klinkt misschien weer heel vaag, maar daar gaat het uiteindelijk wel om het geaccepteerd krijgen van zo'n project. Nou, dat vraagt ook nog een behoorlijke betrokkenheid, ook van die mensen die dan meedenken, de eindgebruikers. Met name als je gaat naar de methode waarin je de boel in stukjes opknipt, in kortere stapjes, de zogenaamde Agile Scrum methode. Ik zal het hier één keer zeggen, maar kunt u eens uitleggen wat in uw ogen de voor- en nadelen daarvan zijn? Bij dat project wat ik net al noemde, wat we dus teruggetrokken hadden als aanbesteding, hebben we vervolgens via deze Agile Scrum methode aangepakt. En ik moet zeggen, zeker voor dit project, maar ook voor andere projecten, ben ik er een enorme fan van geworden. Omdat het heel kort cyclisch is. En dat vind ik één groot voordeel. Het is dus niet, we stellen een eisen- en wensenlijst op. Het gaat een jaar lang of een half jaar lang in de black box in en dan zien we al wat eruit komt. Het is een hele gedisciplineerde methode om iedere 3 of 2 weken, een beetje afhankelijk van de sprint, hè, dat wordt ook in sprints, dat heette ook sprints, om werkende software op te leveren. Dus iets wat daadwerkelijk al in productie kan worden genomen. Dat vind ik een heel belangrijk voordeel. Ander belangrijk voordeel is dat die klant, dus de eindgebruikersorganisatie, echt aan het roer staat. En niet een beetje afwachtend kijkt wat eruit komt. Maar zoals het genoemd wordt, de producteigenaar, die zit dus in het projectteam en die bepaalt voor iedere sprint het wensen- en eisenlijstje wat de prioriteiten daarin in zijn en wat dus als eerste gerealiseerd moet worden. En dan zie je dus ook dat bepaalde dingen altijd onderaan het lijstje bungelen die op een gegeven moment helemaal nooit gerealiseerd gaan worden. Maar daar is dus de klant in dit geval zelf bij. Dus Agile staat voor wendbaar, dus het is een wendbare methode, kortcyclisch, scrum, dus dicht op elkaar. Dus dat is een ander belangrijk voordeel. Het derde wat ik zou willen noemen, en dat is meer een cultuuraspect, dat het Agile Scrum manier van werken is een nogal confronterende manier van werken. Het is heel transparant. En een van de grote problemen die we natuurlijk hebben met dit soort grote projecten is transparantie. Van, klopt de rapportage die we krijgen? Hoe kan ik daar nou doorheen prikken? En omdat je bij dit soort teams die zet je fysiek samen. Dus die teams werken ook echt nauw samen en niet op afstand van we dienen iets in en vervolgens wordt het in het buitenland ergens ontwikkeld en we horen wat eruit komt. Het is dus een confronterende manier van samenwerken en je moet je dus zelf verantwoorden voor wat je doet. Je moet elkaar ook kritische vragen stellen en dat klinkt misschien heel simpel en heel bazaal, maar door die manier van werken ontstaat er een enorme transparantie over wat er gebeurt, over hoe het geld verbrand wordt door het team en over wat er wordt opgeleverd. En daardoor is dus het zelfcorrigerend vermogen van het team enorm groot. En daarmee dus ook in staat om te zorgen dat de kwaliteit die wordt opgeleverd. Hè, dat is een heel belangrijk aspect van de software, dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Nou, u heeft 3 heldere voordelen genoemd. Er zijn ook deskundigen die zeggen er zijn ook nadelen. Bijvoorbeeld dat het budget van tevoren niet helder is. En dat dit soort projecten nog wel eens de neiging willen hebben om toch ook weer uit de tijd of uit kosten te lopen. Kent u dat? Herkent u dat? Ja en nee. Kijk, eigenlijk zet je het budget vast, zet je de tijd vast en het enige wat variabel is, dat is dus de scope, dat is dus de software die je daadwerkelijk bouwt. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar om tot een budgetbepaling te komen moet je natuurlijk wel wat voorwerk doen en dat is geen natte vingerwerk. Dus wij hebben ook wel degelijk een soort schatting gemaakt en daar zijn methodes voor, bijvoorbeeld met functiepuntenanalyse.
om te kijken van nou, hoe groot zou het systeem ongeveer moeten zijn. In ons geval was het ook een vervanging van een bestaand systeem. En dat moest niet helemaal zeg maar identiek vervangen worden. Maar dan heb je wel een inschatting en daar hebben we eigenlijk de budgetbepaling op gedaan. Dus het kan eigenlijk niet uit budget lopen. Als je dat doet, dan, heb je dus dan volg je dus eigenlijk de methode niet goed. Maar dat staat of valt met het goede voorwerk. U zegt eigenlijk een goed nadenken. Ja, ik denk dat het zo. En als je en stel dat je daar helemaal geen zicht op hebt, dan nog zul je iets van een studie moeten doen van waar denken we dan aan. En dan is mijn stelling ook dat als dat bijvoorbeeld in de miljoenen zou lopen, stel dan gewoon vast, nou, we beginnen met een bepaald bedrag en een bepaalde tijd. En dan zorgen we dat er iets werkbaars wordt opgeleverd. En laat het bedrag vooral niet te groot zijn. Is uw stelling dat deze methode voor elk project, ook grote complexe overheidsprojecten, geschikt is? U weet ongetwijfeld dat de meningen daarover verdeeld zijn, maar ik hoor graag uw mening daarover. Ik denk dat het voor ontwikkel- en configuratieachtige projecten zeer geschikt is. Ik denk wel dat je er ervaring mee moet opdoen. Als je dus een kasteel wilt gaan bouwen, begin dan niet met het kasteel te bouwen, maar bouw eerst eens een tuinhuisje. Als dat goed werkt, ga dan naar wat groters. Dus begin niet meteen met een heel groot complex project en zeggen, weet je wat, we hebben hier weer zo'n ding van 50 miljoen, dat gaan we Agile Scrum doen. Met havenbedrijf heeft het ook zeker een half jaar gekost voordat dat team, of die teams eigenlijk, waren drie teams, goed samenwerkten. Dat we ook goed inzicht hadden in de productie, in het kwaliteitsniveau, wat we ook extern lieten meten, wat ik ook erg belangrijk vind. Maar er zijn natuurlijk projecten waar het helemaal niet geschikt voor is. Als je een rekencentrum gaat consolideren of een aantal rekencentra en gaat verhuizen, ja, dat moet je niet op deze wijze aanpakken. Dus echte technische projecten, die lenen zich er niet voor. Maar zelfs dan zijn er misschien nog elementen die je eruit kunt gebruiken, die je wel zou kunnen toepassen. We hebben u nu eigenlijk horen vertellen over een beetje zakelijk ingericht dingen voor elkaar krijgen bij dat havenbedrijf. Ook interessant dat u vertelde over dat havenmeester informatiesysteem HAMIS. Dat die eerst bezig waren om allerlei dingen te bedenken en het over de schutting te gooien. Maar toen dacht ik, nee, we gaan het toch zelf doen en we huren er zelf onze mensen bij. Daar heb ik nog twee vragen over. Van groot belang is dus, daarom vroeg ik nog even van, haalt u die mensen dan zelf ook in dienst? Dat je dan wel ook zelf op de kernfuncties goede mensen hebt zitten die snappen waar het over gaat en die doorhebben wat ze nou eigenlijk moeten vragen en waar ze mee bezig zijn. Klinkt als een open deur, maar ik vraag het toch nog even. Uit veel van onze onderzoeken, maar ook gesprekken blijkt dat bij de overheid, en ja goed, we hebben natuurlijk inderdaad dingen onderzocht die misgegaan zijn, dus dan kom je dat natuurlijk ook tegen, maar dat die mensen er niet waren en dat die structuren er niet waren. Dat heeft u natuurlijk ook waargenomen. Hoe kijkt u daarnaar? En wordt het inderdaad altijd niks als je die mensen niet hebt? Ja, ik denk dat het laatste is misschien iets te vlot geconcludeerd. Nou, vaak niks dan. Ik denk wel dat, nou, het belangrijke is natuurlijk dat die mensen inderdaad voor hun taak berekend zijn. Maar minst zo belangrijk is dat ze ook het mandaat hebben van hun achterban. En dat was bij ons, bij het havenbedrijf, heeft het ook wel tijd gekost. Want dat zijn natuurlijk ook een grote organisatie waar heel veel mensen belangen hebben, stokpaardjes hebben. Ik denk dat bij de overheid is het nog lastiger, omdat er gewoon meer belangen zijn. En er is dus niet één producteigenaar die zeg maar al die belangen even in zichzelf kan verenigen. Maar het zou wel moeten. Als je het heel, heel strikt, zeg maar, volgens die methodologie zou dat moeten. Als je dat niet op die manier kunt organiseren, dan denk ik, dan kan dat wel een team zijn, hè, dat zou ook zo'n klankbordgroep kunnen zijn, die hele achterban bestrijkt en die dan één persoon uit hun midden aanwijst als van jij bent degene die dat in dit project het klantenbelang vertegenwoordigt en je hebt ook dat mandaat en daar dus ook bij houden en niet dat weer iedere keer ter discussie stellen. Ik denk dat dat heel lastig is om daar dan ook echt zeg maar iedereen aan vast te houden. Want u had wel, na discussie en zo, en natuurlijk moest daar ook een cultuurverandering aan vooraf gaan, dat geloof ik allemaal best. Maar u had op een gegeven moment wel ook de formele en wellicht ook informele bevoegdheden, macht, doorzettingsmacht, zo heet dat dan tegenwoordig kennelijk, maar om te zeggen, we gaan het zo doen en nou verder geen geëmmer. Ja, nou, feitelijk is dat natuurlijk zeg maar, de stuurgroep van zo'n programma die dat bepaalt. En in die stuurgroep is dus de business-eigenaar, hè, dat is in dit geval want dan de havenmeester, is eigenlijk daar ook weer doorslaggevend in. Maar we zouden dus bij de overheid ook
havenmeesters moeten hebben? Ik denk dat die er wel zijn. Alleen er zijn er misschien op sommige plekken wat te veel. En dat je dan zou moeten zeggen, nou, dan wijzen we één iemand aan en die is er dan echt van. En die is degene die in de stuurgroep de hoogste belanghebbende is. Eigenlijk ook de sponsor. Hè. In veel methodologie wordt hij ook de sponsor genoemd. En de sponsor betaalt dus eigenlijk ook het project. En die voelt zich dus ook eindverantwoordelijk voor het resultaat. En dan is het dus ook niet een IT-project. Want IT-projecten bestaan er ook bijna niet. Behalve zo'n rekencenterverhuizing. Maar het zijn businessprojecten met een hele zware IT-component. Dan wou ik graag even met u bespreken. Iets waar we tegen aangelopen zijn. Kijk even om me heen of er nog aanvullende vragen. Nee. Het gaat over het aanbesteden. In aanbestedingen vanuit de overheid gaan veel dingen mis. We hebben hier ook discussie over gevoerd met onze gesprekspartners. Het havenbedrijf had gekozen om de aanbesteding te doen door middel van de methode van wat wij dan hebben genoemd prestatieinkoop en wat u wellicht noemt best value procurement. Kunt u uitleggen waarom u daarvoor gekozen had en wat het eigenlijk is en waarom dat in uw ogen beter werkt? Ja, dit is een heel ander dossier. Dat heeft op zich niks met het ontwikkelproject te maken. Zeker. Ik stap over op een ander punt. Ja, nee, het is prima, maar het is voor het geval dat geen misverstand. We hebben daarvoor gekozen. En ik denk dat prestatieinkoop is het goede Nederlandse woord daarvoor. Omdat we in onze uitbestedingsstrategie toe waren aan het opnieuw uitbesteden van de werkplek in dit geval. Dat is een behoorlijk goed gedefinieerde dienst in de markt. Dus dat is een dienst waarbij je eigenlijk heel precies kunt weten wat je daar van leveranciers voor antwoorden op krijgt. Even voor mij, hoeveel werk? Het gaat gewoon om de werkcomputer, ja, alles wat er mee samen. Ja, voor hoeveel mensen? In dit geval ongeveer 1400 gebruikers. En dan heb je het inderdaad over de computer, het netwerk erachter, dus ook, maar ook de laptops, maar ook de tablet die mensen hebben. En uiteindelijk de systemen en de diensten binnen een rekencentrum om dat allemaal, hun office-omgeving bijvoorbeeld, om die allemaal beschikbaar te stellen. Telesysteem, alles wat ermee samenhangt. Ja, en daar is dus een volwassen markt voor, zoals ik dat eigenlijk zie. En dan kun je dus goed definiëren wat je daarvoor wilt. Maar je hebt dus ook leveranciers, genoeg leveranciers, die zich daar echt in gespecialiseerd hebben. Dat is bij uitstek een gebied waarop dan prestatieinkoop, want wij waren er ook niet bij bekend. We deden eigenlijk ook alles op de traditionele aanbestedingsmanier, wel met een marktconsultatie en dan vervolgens een aanbesteding uitschrijven. Maar daar leent prestatieinkoop zich denk ik heel goed voor, omdat bij prestatieinkoop probeer je de eindverantwoordelijkheid voor die dienst zoveel mogelijk bij de leverancier te beleggen. Waar je in traditionele zin eigenlijk ziet dat de verantwoordelijkheid wel bij de leverancier, maar de echte eindverantwoordelijkheid, de accountability zoals het heet, eigenlijk altijd nog bij jezelf ligt. Want jij bent degene die rekening betaalt, dus jij moet ervan overtuigd zijn dat de leverancier zijn werk goed doet. Probeer het hier bij prestatieinkoop eigenlijk die hele eindverantwoordelijkheid bij de leverancier te beleggen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je leverancier zoveel mogelijk naar eigen inzicht, naar eigen expertise zoals het ook heet, de beantwoording op die vraag kan doen. Als je dus alles voorschrijft wat traditionele aanbesteding vaak doet, en dan is het een hele lijst en dan mag je als leverancier eigenlijk alleen maar ja op antwoorden. En zo nee, ja, dan lig je eruit of je hebt een probleem. Ga je bij prestatieinkoop die vraagstelling dus eigenlijk simplificeren. Maar dat kan dus ook alleen maar als het op een gebied is waar al een volwassen markt voor is. Een volwassen markt, daarmee bedoelt u dat je tenminste 2, 3, 4, 5 andere ook scherp offererende leveranciers kan hebben die ook van wanten weten. Ja, en ook dat er dus kengetallen zijn. Hè. Dus er zijn onderzoeksbureaus, zoals Gartner dat is, maar ook Quint, die dus referentiegetallen hebben van wat kost nou zo'n werkplek, wat krijg je daarvoor? Nou, en als je in de bouw wordt heel veel met parameters gewerkt, bij het havenbedrijf ook. Je kunt het bij wijze van spreken uitrekenen wat een kade per meter aan de hand van een aantal specificaties zou kosten. Dat heb je dus bij dit soort diensten in de IT ook. En als dat is, dan noem ik het een volwassen markt. En dan kun je daar dus eigenlijk door middel van een redelijk simpele vraag, kun je dan die uitvraag doen. En dan krijg je van de leveranciers, die dus expert zijn op dat gebied, krijg je dus eigenlijk, en dat zegt dus de theorie ook, de beste antwoorden. De beste antwoorden die je maar kunt bedenken. En die je dus ook heel goed met elkaar kunt vergelijken. Maar dat kan alleen als beide partijen, daar kom ik weer op terug, van wanten weten. Nou is onze indruk, tenminste dat is ons ook aangereikt, dat er, zoals dat dan met een duur woord heet, sprake is van informatieasymmetrie.
zeg maar, kennisverschil tussen de overheid en de ICT-markt. En dan kom je met deze prestatieinkoop als aanbestedingsvariant niet ver. Klopt dat? Ja, ik denk dat er de informatie, zeg maar, de mate waarin de informatie beschikbaar is en ook de granulariteit, die moet aan beide kanten, de fijnmazigheid daarvan. Die granulariteit, ik leer graag nieuwe woorden. Ja, dat is eigenlijk gewoon een Engels woord, ja, nee. Excuses. Dat is smokkelen dit. Gaat u verder. Ja, die moet aan beide kanten natuurlijk hetzelfde zijn. Dus daarom zou, en dat gaat voor de inkoopfunctie bij de overheid, zouden mensen moeten zijn die ook aan de leverancierskant gewerkt hebben en weten hoe die informatie daar beschikbaar is en hoe die daar gebruikt wordt. En heeft u er zicht op dat onvoldoende het geval is bij de overheid? Ik denk dat onvoldoende het geval is. Ik denk, er zijn wel heel veel adviesbureaus die er natuurlijk ook wel weer tussen zitten en daar kennis over hebben. Ik denk ook dat je dat je niet moet schromen om die in te schakelen als het toch weer redelijk groot is, om het risico te beperken. Maar die asymmetrie in informatie, die is er zeker. En daar zal een leverancier ook gebruik van maken als die dat niet verplicht is beschikbaar te stellen. Maar zou u ons aanraden, de Kamer aan te raden, de departementen aan te raden om die volwassenheid in huis te hebben? Ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk prestatieinkoop, want ook daarvoor geldt, je moet het een keer gedaan hebben. We zijn dus begonnen met die werkplek. En daar krijg je weer ervaring mee en leergeld. Dat een betere manier van aanbesteden is. Nogmaals, voor dit soort trajecten waar een volwassen markt voor is, waardoor je sneller tot een goed resultaat komt, tegen minder kosten en uiteindelijk met een beter resultaat. Dank. We hebben een hoop met u te bespreken, dus we gaan nu weer naar een volgend onderwerp. En dat is het zo. Nog twee dingen. Kunt u ietsje meer afstand, niet te veel, maar iets meer afstand tot de microfoon houden? Want anders dan horen wij, gaat het thuis niet helemaal goed. Meneer Ulebelt. Helemaal bij het begin, bij uw introductie, zei u dat het havenbedrijf aan lichtere aanbestedingsregels hoeft te voldoen dan anderen. In hoeverre is dat nu van invloed geweest op de manier waarop u opereert? Of heeft het er niks mee te maken? Ik denk het wel. Niet zozeer voor dat project wat we toen wilden aanbesteden. Maar ik denk voor dat prestatieinkoop wel. Omdat bij prestatieinkoop is het proces zodanig dat het eerst helemaal geanonimiseerd is. En op een gegeven moment ga je interviews houden. En je hebt daarmee iets meer vrijheid dan de Rijksoverheid, die al heel snel meerdere partijen, als je bijvoorbeeld over een proof of concept hebt, dus je gaat een bepaalde fase in waarbij die partij met elkaar wilt vergelijken, kun je bij die lichtere regels, maar goed, ik ben geen expert op inkoop, maar heb je iets meer vrijheid dan wanneer je dat volgens de strakke regels moet doen. Omdat je dan meerdere partijen moet laten deelnemen, omdat je anders onvoldoende concurrentie hebt. Wij konden bijvoorbeeld twee partijen tegen elkaar laten concurreren. En bij traditionele aanbesteding is twee dan te weinig, want dan heb je te weinig competitie. Dus dan zou je weer drie of meer partijen zo'n pilot moeten laten doen om daarna een beslissing te kunnen nemen. Waarom hebben we dat zo onhandig voor de overheid georganiseerd in die aanbesteding? Ja, ik denk dat zijn toch ook weer verschillende belangen. Als klant, als overheidsklant, heb je eigenlijk maar één belang. Dat is gewoon de beste partij met wie je, waar je de beste oplossing tegen goede kosten. Die regels zijn in mijn optiek vooral ingesteld om ook kleinere partijen, om concurrentie te bevorderen. En met name kleinere partijen te kunnen laten concurreren met de grote gevestigde partijen. Want in Nederland hadden natuurlijk toch al een aantal grote gevestigde leveranciers, die zeker bij overheid eigenlijk altijd weer bovenaan het lijstje stonden. Ja, dus dat zijn toch tegengestelde belangen, want op zich is het goed om meer concurrentie te krijgen, maar als klant wil je gewoon de beste partij hebben en maakt het je eigenlijk niet uit of dat nou een kleine of een grote partij is. Maar begrijp ik het nu goed, u voldoet daarmee wel aan de Europese aanbestedingsregels, maar binnen die regels is een apart vakje voor havenbedrijven en andere nutsvoorzieningen? Er zijn twee regimes. Het ene is dus een bijzonder regime voor de energiesector bijvoorbeeld en aanverwante sectoren waar ook het havenbedrijf onder valt. En er is het wat strakkere regime waar de overheid en ook gemeentes en zo onder vallen. Dus er zijn gewoon twee regimes van aanbestedingswetten. Van Meenen. Ik wil graag met u naar wat heet
portfolio management. Kunt u eerst eens uitleggen wat het is voor de kijkers thuis? Ik zal proberen zo min mogelijk Engels. Portfolio is eigenlijk het beheer van zowel de diensten die je levert als de projecten die je doet. Je hebt op twee niveaus eigenlijk portfolio management. En bij de diensten zou je kunnen zeggen heb je een soort catalogus waaruit je diensten kunt selecteren als eindgebruiker of als klant of als business unit. En bij projecten gaat het meer om het hele samenstellen van projecten wat je in je portfolio hebt zitten. Projecten die in de opstartfase zitten, projecten die in de eindfase zitten, projecten die in de uitvoering zitten. En bij portfolio management probeer je dus de afhankelijkheden tussen die projecten in kaart te brengen. Om te weten wat moet je eerst doen alvorens je aan een ander project kunt beginnen. Dus dat is heel belangrijk voor een regieorganisatie, maar eigenlijk voor, ook voor een klantorganisatie en ook voor een leverancier. Om een goede planning te kunnen opleveren en daarmee dus ook een goede prijs te kunnen opgeven. Heeft portfolio management ook invloed op het besluit om al dan niet met een project te beginnen? Dat zou wel moeten, ja. Ja, het project u bedoelt, begint. Het gebeurt niet? Het portfolio management is best lastig, omdat je dus alle projecten in kaart moet brengen. En wat je vaak ziet, en dat was eigenlijk bij het havenbedrijf ook zo, was een onderscheid gemaakt tussen projecten die voor de business werd gedaan en projecten die zeg maar onder de motorkap gebeurden. Bijvoorbeeld ook bij de leveranciers. Of een upgrade van het SAP-systeem bijvoorbeeld. En dat waren eigenlijk gescheiden werelden. We hebben nog steeds mensen die meekijken. Een upgrade van het SAP-systeem? Het ERP, dat is Enterprise Resource Planning. Dat is eigenlijk het hart van het... van de bedrijfsvoering eigenlijk, waar dus alle financiën, personeelssystemen, projectmanagement, allerlei modules en waaruit je dus ook allerlei financiële rapportages kunt halen voor je jaarverslag, voor het volgen van projecten. Dus heel veel bedrijven, ook overheden, hebben dat soort centrale IT-systemen. En die moeten één keer in de zoveel tijd, net zoals we thuis op een gegeven moment van Windows XP naar Windows 7 moeten, moeten ook dat soort systemen geüpgraded worden. Ook de overheid van Windows XP op een gegeven moment over. Maar, als je dat, maar die kun je niet los van elkaar zien. En dat gebeurde wel vaak, omdat gedacht werd van nou, dat zijn bedrijfsvoeringsprojecten, daar moeten we de business niet mee lastigvallen. Maar als blijkt dat je eerst zo'n systeemupgrade moet doen, alvorens je daarna een nieuw ontwikkelproject kunt gaan starten, dan moet je dat wel weten. En dan moet je dus ook in je planning daar rekening mee houden. En ik zie heel veel dat dat gewoon nog onvoldoende gebeurt. En dan, dan loop je altijd uit. En waar ziet u dat heel veel? Overal nu heen, bedrijfsleven, overheid? Ik denk wel dat aan het veranderen is. Maar het is iets... waar de business ook vaak niet echt in geïnteresseerd is. Ik zie heel vaak dat besturen of directies die zeggen van dat is eigenlijk iets van IT zelf. Hè, dus dat moeten jullie maar regelen. En daar krijg je wel geld voor, maar... we horen, dat moet het eigenlijk gewoon doen. Hè. Dat is echt gewoon een beurt van je auto bij de garage. Maar in de praktijk blijkt het toch vaak ingewikkelder dan dat. En moet ook na zo'n upgrade, moeten systemen weer getest worden. Dus worden die eindgebruikers worden er toch weer meer lastig gevallen om te kijken of het überhaupt nog allemaal net zo doet als daarvoor. Of de auto net zo rijdt als voor die beurt. En dan is er nog helemaal niks aan functionaliteit of zo veranderd. Dus ik vind dat de business, bestuur en directies, die moeten zich daar bewust van zijn dat dat soort projecten spelen. En die moeten dat eigenlijk ook willen weten. In ieder geval willen weten wat de afhankelijkheden zijn van die businessprojecten die ze hebben. U zegt eigenlijk dat je dat op het hoogste niveau moet doen. Ja. Dit soort afwegingen maken. Ja, ik denk dat... maar weer afhankelijk natuurlijk van de omvang en complexiteit van zo'n project. Maar als het een project is wat bij wijze van spreken het hele bedrijf raakt. En dat is bijvoorbeeld met zo'n werkplek-upgrade. Want daar heeft iedereen, van de koffiejuffrouw, de receptie, secretaresses, noem maar op, hebben er allemaal mee te maken. Dan moet dat op het hoogste niveau bekend zijn. Wellicht heeft u het kunnen volgen, een gesprek gehad met iemand die jarenlang bij werk.nl heeft gewerkt. Dat is de site waar matching plaatsvindt tussen werkzoekenden en vacatures, ik zeg het even simpel. Dat was een vrijwel doorlopende upgrade. Het leek erop dat, laten we zeggen, in de top daar geen enkele
ervaring, kennis van dit, van dit terrein aanwezig was. Heeft u dat ook kunnen, heeft u het kunnen volgen toevallig? Ik heb het niet kunnen volgen, nee. Nee, maar hoe kijkt u daarnaar? Tot welk niveau moet je dit soort afwegingen kunnen maken? Ja, het gaat eigenlijk om risicomanagement. Want die afhankelijkheden die betekenen een risico voor een project. En risicomanagement is iets wat ook in ontwikkeling is, maar wat ook nog niet altijd even overal heel volwassen is. En in risicomanagement werkt het eigenlijk volgens een getrapt systeem. Je hebt risico's, die kun je op een relatief laag niveau in je project oplossen. Daar wil je niemand verder mee lastigvallen. Die rapporteer je hoogstens. Maar je hebt risico's waarvan op een gegeven moment de projectmanager ook moet vinden dat die hoger in de echelons bekend moeten zijn. Tot en met het hoogste niveau aan toe. Ik kwam erop omdat u het had over systemen die de kern van het bedrijf raken. Nou ja, dat leek zo te zijn bij werk.nl voor het UWV. In dat soort situaties, hoe kijkt u daar dan naar? Nou, dan denk ik dat het bestuur of directie wat verhoogde aandacht moet hebben voor dat soort projecten. Het gaat om het risicoprofiel en het risicoprofiel bepaalt eigenlijk weer wordt bepaald door de complexiteit van een project. En je zou dus altijd de top 3 of top 5 projecten die zo'n hoog risicoprofiel hebben, die zou je dus moeten willen volgen. En niet al die andere projectjes die dat niet hebben. Niet uit de krant bedoelt u? Niet uit de krant, nee. Maar dat komt van twee kanten. Hè. Dus de belangstelling zou er moeten zijn op dat hoogste niveau. Aan de andere kant zie je ook vaak dat in die niveaus daaronder, en dat zijn al vaak projectmanagers, die hebben ook niet al de neiging om zo'n risico te benoemen en te escaleren naar het management toe. De neiging is natuurlijk heel vaak. Want dan hebben ze zelf gefaald. Precies, ja. En ik zeg altijd van risicomanagement, dat is iets anders dan het wel of niet succesvol opereren als projectmanager. Maar de gedachte is vaak dat als ik het dan maar voor mezelf hou, ik werk nog wat harder en ik doe mijn best en met leverancier, dan komen we er wel uit en dan is het op een gegeven moment 5/12. Ja, dan is het geen risico meer, maar dan is het een probleem geworden. Ja, en dan ben je te ver. Ja, dat is letterlijk de tekst die door de vorige spreker is gebruikt. We gaan allemaal een beetje harder weer. Maar hoe doe je het dan wel? Nou, ik pleit enorm. Hoe steek je nou die thermometer in dat project als bestuurder bijvoorbeeld? Dat kan op verschillende manieren. Als de cultuur er is dat transparantie wordt beloond of in ieder geval niet wordt afgestraft, dan durft zo'n projectmanager dat soort risico's te benoemen. Ik denk dat leveranciers daar ook vaak heel goed zicht op hebben, maar die hebben ook niet altijd, die worden ook niet altijd aangemoedigd om dat te melden. Maar wat ook heel goed kan werken, en dat hebben we bij het havenbedrijf ook gedaan, dat is dat een extern bureau of persoon of instantie, dat kan ook een interne accountantsdienst zijn, dat die als een waakhond alleen maar de kwaliteit en het risicoprofiel van het project bewaakt. Niet de klant, niet de leverancier, maar een derde partij die eigenlijk niet gebaat is bij het succes van het project, maar alleen maar bij de kwaliteit van de rapportages, van de voortgang en gewoon continu vinger op de zere plek durft te leggen. En dus ook niet één keer per half jaar of nadat er een aantal problemen zijn geweest, maar eigenlijk gedurende de looptijd. In de onderzochte projecten komen wij als een van de problemen wel tegen, wat enigszins eufemistisch in die rapportages wordt genoemd, culturele aspecten. Daar kun je natuurlijk van alles onder vatten, maar bijvoorbeeld bij uitstek ook zo'n punt wat u net zegt, dat een projectmanager liever zelf het oplost, een stapje harder loopt, nog eens even in het weekend kijkt met zijn mensen of ze het kunnen oplossen. Stuurde u als manager erop om van die, bij het havenbedrijf bedoel ik, om van die projectmanagers gedaan te krijgen dat ze juist kwamen vertellen, joh, het loopt niet goed, Visser, in plaats van het onder de steen te duwen? Ja, ik denk dat, en dan kom ik weer bij dat Agile Scrum. He, dat is eigenlijk de methode. Stapsgewijs, kleine stukjes. Maar ook dus die transparantie, dus elkaar confronteren met de voortgang, met de kwaliteit. En op die manier probeer je dan eigenlijk wel die cultuur te veranderen. Dan wil ik niet zeggen dat iedereen daar dan meteen van harte in meegaat. Maar dat heeft echt wel geholpen, waardoor we dat soort verrassingen niet meer hadden. En dus ook dat al bijna even vage begrip van volwassenheid invulling geven. Namelijk van jongens, doe nou normaal. Overal waar mensen werken gaan dingen mis. We hebben liever dat op tafel komt dat het misgaat, dan kunnen we het verbeteren, dan dat je doormoddert. Klopt, ja.
ja, en dat is dan ook weer Agile Scrum, dat zelflerend en zelfcorrigerend vermogen, dat helpt je om uiteindelijk betere kwaliteit op te leveren. Ik wou nog even met u praten over wat in dat jargon van uw omgeving business cases wordt genoemd. Zeg maar zakelijke rechtvaardigingen van een ICT-project. Wij begrijpen er eigenlijk van dat idealitair is dat je schrijft op wat je wil. Je kijkt binnen bepaalde grenzen wat het mag kosten, wat het moet voorstellen, wat het moet leveren. Maar in de praktijk komt het er nogal eens op neer dat het alleen maar een soort zakelijke rechtvaardiging is om de startsubsidie of de gelden bij elkaar te krijgen om met het project te beginnen. Daarna gaat die business case de la in. Zoals een van onze gesprekspartners zo beeldend zei, business case, klaar is case. Het geld is binnen en verder kijkt er nooit meer iemand naar. Herkent u dat verschijnsel en hoe ging u bij het havenbedrijf dan, of elders, tegen dat er op zo'n onheuse of onjuiste manier, want dat hebben we inmiddels ook wel begrepen, met die business cases werd omgegaan? Ik denk dat het bij het havenbedrijf ook wel voorkwam. Dat business cases voor IT-projecten in ieder geval niet lang werden gevolgd. En je moet ze eigenlijk volgen tot ver na het opleveren van het project. Eigenlijk om dan te kijken of de baten die geprognotiseerd waren, zowel kwalitatief als kwantitatief, dat die ook echt gerealiseerd werden. En dat gebeurt bijna nooit? Voor IT-projecten of IT-achtige projecten niet. Voor het havenbedrijf is uitstekend in zeg maar, het volgen van business cases voor de havengerelateerde projecten, infrastructuur. Ik denk dat dat echt dat heel goed loopt. Maar voor de IT-projecten was dat eigenlijk ook vooral om de rechtvaardiging bij de start van het project te formaliseren. Hoe komt dat rare verschil? Ik denk dat het, er zitten verschillende aspecten aan vast. Een kenmerk van business case van een IT-project of een business project met grote IT-component is meestal dat de baten gerealiseerd worden in de business, want er wordt sneller gewerkt, er kunnen minder mensen worden ingezet, er minder fouten worden gemaakt, terwijl de kosten zitten bij IT. Niet alleen voor het project, maar ook voor het beheer daarna van het nieuwe software die wordt opgeleverd en in beheer wordt genomen. Dus de business, het woord zegt het ook al, die is niet alleen eigenaar van de business case, maar die moet hem eigenlijk ook realiseren. En dan zie je toch, om dan te zeggen, ik kan datzelfde werk nu met 20 man minder doen. Ja, dan moet ik misschien die mensen wel ontslaan of ik moet ze op andere dingen inzetten. Dus dan wordt het in één keer heel spannend. En als dat ook nog eens een keer in de la verdwijnt en die vraag wordt niet meer gesteld, dan is dat misschien wel heel prettig om daar niet meer op terug te komen. En dus het in het vakjargon het benefit management, dus het batenmanagement, wat je eigenlijk moet doen nadat je het project hebt opgeleverd. Dat was ook bij het havenbedrijf nog niet zo volwassen dat dat ingebed was en dat dat eigenlijk natuurlijk na afloop van een project ook werd gemeten. En dat vinden wij bij de overheid in zeer versterkte mate terug, dat beeld. Ja, ik denk dat dat bij de overheid zeker zo speelt en dat business cases ook nog wel eens worden gemanipuleerd om uiteindelijk een project door te laten gaan. Omdat er vaak te veel gefocust wordt op de getallen in een business case. Want dat snappen we allemaal. Euro's en voltijds equivalenten, die kunnen we allemaal wel begrijpen. Maar de kwalitatieve baten, die vaak net zo belangrijk zijn, die zijn veel minder makkelijk in getallen uit te drukken. Kunt u daar ook voorbeelden van geven? Kent u dat soort situaties? Ik ken dat soort situaties wel, waarbij business cases toch een beetje te rooskleurig worden voorgesteld. Voelt u vrij onder eens een paar te noemen? Ik zou niet meteen een voorbeeld kunnen geven van een project waarbij dat waarbij echt sprake was van manipulatie van business cases. Ik denk wel, omdat een business case natuurlijk vanuit de business wordt opgesteld die graag iets wil, dat de neiging om hem iets rooskleuriger neer te zetten altijd groot is, want anders krijgt hij niet wat hij wil. Geeft u dan van zo'n rooskleurig zo'n voorbeeld? Dat is bijvoorbeeld als het gaat om besparingen die gerealiseerd worden. Bij een business case willen we graag dat het project zichzelf terugverdient binnen een bepaalde tijd. Dus het project maakt kosten. En dat moet eigenlijk in de beheerfase worden terugverdiend. En dat is vaak doordat er werkzaamheden of processen geautomatiseerd worden. Ja, als je dan zegt dat je 5 mensen minder nodig hebt voor die processen, omdat dat systeem dat straks overneemt, dan is dat redelijk makkelijk gezegd. Maar 3 jaar later gaat niemand vragen van kun je nou aantonen dat die mensen ook daadwerkelijk wat anders doen of weg zijn.
Nog één poging, want ja, u heeft veel ervaring in deze omgeving. U stelt hier dat er toch met enige regelmaat, of dat het beeld is bij u, dat er met de business case gemanipuleerd wordt, dus uw eigen woord, om voor elkaar te krijgen dat het budget er komt en dat het project van start gaat. Kunt u toch een paar, dat doet u ook vast op basis van ervaring. Ik kan me niet voorstellen dat u dat ergens in een vakblaadje gelezen hebt. Wij zitten hier om het in Nederland beter te maken. Ik heb u ook leren kennen als iemand die dat ook graag wil. U heeft er hard aan getrokken bij het havenbedrijf, dus helpt u ons. Ja, ik denk dat ik daar toch te ver. Ik kan bij het havenbedrijf geen voorbeeld herinneren. Omdat, nee, dat bedoel ik ook niet. Voorbeelden daarbuiten, daar heb ik eigenlijk te weinig kennis van. Ik bedoel, ik ken natuurlijk het VIA-project, ook vanuit mijn eigen tijd bij Logica, maar ik heb niet de business case daarvan bijvoorbeeld zelf onder ogen gehad. Ik kan daar een oordeel over vellen. Dus dat, ik moet dat toch enige voorzichtigheid in betrachten. Ik kan er niet zo even een voorbeeld geven van, nou, daar is echt gemanipuleerd of bewust een business case veel te rooskleurig ingezet om maar van start te kunnen gaan. Nou, wellicht kunt u nog eens een weekje over nadenken. Wij zijn nog even bezig. Dus, Ik zal er nog eens over nadenken. Ja, ja. Doet u dat. Ja, want wat wel lastig is, is dat wij soms dingen horen die we interessant vinden om ook aan te pakken. Maar als dan wordt gevraagd, noem eens man en paard, Dan wordt het altijd een stuk lastiger. Tot onze verrassing. Nou, ik vind met dit soort dingen moet je ook wel echt op de feiten dan baseren. En niet alleen maar op meningen. En dat, weet je, dan is het echt een kwestie van dat toch even uitzoeken. Dat u op feiten gebaseerd nog iets kan aanreiken eventueel. Even kijken. Oh ja, dat was nog een vraag die ik u wilde stellen. Heeft u wel eens zelf een ICT-project voortijdig stopgezet of overwogen het stop te zetten? Wij hebben de indruk dat er bij, althans die dingen die we hebben onderzocht, veel vaker, veel eerder had moeten worden ingegrepen om te zeggen stop, tot hier en niet verder, we beginnen opnieuw. Jammer, heeft een hoop geld gekost, maar anders wordt het alleen nog maar weer veel duurder. Graag uw reactie. We hebben bij het havenbedrijf een project stopgezet. Dat was een projectmanagement systeem wat eigenlijk bij mijn aantreden zo'n beetje opgeleverd had moeten worden. En ik heb dat ook nog even nagezocht. En als je dan ziet, dan zijn de rapportages ook eigenlijk allemaal heel groen allemaal nog. En het is bijna afgerond en we moeten nog wat mensen opleiden. En er was ongeveer 1,5 miljoen uitgegeven. En toen begon eigenlijk pas de weerstand uit de business van, ja, we gaan het niet gebruiken, we kunnen het niet gebruiken. We twijfelen aan het systeem, we twijfelen aan de data die eruit komt, de integriteit daarvan. Daar hebben we nog eens een keer naar gekeken toen. Eigenlijk een interne audit opgezet en toen besloten om het project te stoppen. En dat was geen makkelijk besluit. Wie nam dat? De stuurgroep, zoals het ook hoort. De stuurgroep waar de business in zat. In dit geval directeur van asset management. Ik zat erin als interne leverancier en dan nog de gebruikersorganisatie. En dat was geen makkelijk besluit. Het klinkt nu heel makkelijk. En ik ben de eerste om ook te erkennen dat we dat eigenlijk eerder hadden moeten doen. Want u had niet goed geleverd eigenlijk, hè? Ja, het was ik. De leveranciers achter mij ook weer. Ja, was u voor het hele speelveld. Klopt. Ja, ik denk ook dat in alle eerlijkheid, dat moet je ook erkennen. Het was denk ik ook te ingewikkeld. Dit was ook weer een besluit van het moet in dat centrale ERP-systeem geconfigureerd worden, want dat is ons basissysteem. Uiteindelijk bleek het heel veel maatwerk te zijn, bleek er heel veel problemen te zijn. En nou, eigenlijk, ik zou bijna zeggen, nadat het was opgeleverd, werd het alsnog stopgezet. Maar dat was het eigenlijk wel vlak daarvoor. En toen hebben we een lange tijd genomen om daar eens even weer te bezinnen. Van wat doen we hier nu mee? Weer een onderzoek gedaan. En uiteindelijk over een hele andere boeg gegooid. En het alsnog, maar dan wel bijna 3 jaar later, nog opgeleverd. En u leerde daarvan dat, neem ik aan, wat u dacht dat klaar was, anders had u het niet aangeboden, was niet klaar. Ja, klopt. Ja, ja, ik zal ook echt erkennen dat dit voor mij een heel belangrijk leerpunt was. Omdat ik zelf ook ondervond dat je toch de neiging hebt om het maar tot een succes te maken. En dan die restpunten die er nog zijn op te lossen met leveranciers. Terwijl, zou u ervoor pleiten om ook bij de overheid, nogmaals, het is een beetje een open deur, maar ik vraag het toch even, vaker te zeggen,
we gaan niet verder, we stoppen hier, want het is niet wat we denken dat het is. Absoluut, ik denk ook, maar dat was wat ik ook eerder zei, als je het opdeelt in hapklare brokken en bij wijze van spreken niet verder dan een jaar vooruit plant, dan bouw je automatisch al een moment in waarop je kunt stoppen. En dan hoef je dus niet tijdens het project dit soort acties te nemen. Dat moet je wel kunnen, maar als je al dat soort, er wordt vaak in tranches of plateaus gedacht, als je dat al doet, dan bouw je het in feite al in. Dank u wel. Udebelt. Hoe ziet u het havenbedrijf nu? Ik begrepen heb, is de gemeente Rotterdam de enige aandeelhouder. Het heeft geen concurrenten in de haven. Ziet u het nu als overheid of is het een commercieel bedrijf? Het havenbedrijf heeft ook nog de Rijksoverheid als aandeelhouder. De gemeente Rotterdam is wel de grootste. En ik zou het echt willen formuleren als een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is inderdaad een monopolist. Het heeft ook een publieke taak, met name de havenmeester. Die is aangesteld door de minister en ook door de burgemeester van Rotterdam voor dat gebied. En voor de rest is het gewoon een bedrijf wat gaat over het beheer en inrichting van de haven. Van Menen. Ja, u heeft ons heel veel onderwerpen met ons besproken. Mijn vraag is, zijn wij naar u toe compleet geweest? Had u nog dingen verwacht, voorbereid of boodschappen die u ons sowieso wilt meegeven? Ik denk dat ik alles wel zo'n beetje gezegd heb wat ik voorbereid had en ook wat u gevraagd hebt. Met name om projecten die ook wel eens stopgezet zijn. Of een proef wat stopgezet is en wat tot een nieuw inzicht leidde. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. En als dat duidelijk genoeg is geweest en zo niet, dan hoor ik het graag. Dan ben ik heel blij. Ja, dat volgens mij wel. Anders vraag ik u nog om het nog één keer samen te vatten. Maar dat lijkt me in dit geval wat overdreven. We horen nog graag wat concreet gestaafde voorbeelden. Maar die uitnodiging had ik u al gedaan. Ik dank u zeer voor uw toelichting. En ik schors de vergadering tot 3:15.